Het jaarlijkse Gigrani-project van Stichting Rumas is er voor sociaal zwakkeren om in de maand december extra in het zonnetje te worden gezet. Vandaag werd het project voor de 9e keer gehouden. Ja, juffrouw, wij gaan naar Caravan. Gloria, ja, juffrouw. Directeur van Stichting Rumas, Emmy Hart, geeft aan dat dit project startte na haar stage bij verschillende instituten voor drop-outs in Amerika. Dit jaar worden cliënten van de Esther Stichting 30 arme gezinnen en kinderen van kindertehuizen Zout der Aarde en Ebenezer in de bloemen gezet. Hart zegt dat het belangrijk is om ook de sociaal zwakkeren het kerstgevoel te geven. Omdat ze niet gewend zijn om echt lekker geweldig eten zoals jij gaat eten, pompas, thee, pasta, Alfredo pasta, alle die gekke, al die mooie dingen. Maar wij hebben gedacht, laten we ze verwennen met lekker eten, met evenementen, met een dagje plezier maken, zodat ze dat kunnen behouden voor de rest van het jaar en ze starten met een heel ander gevoel het nieuwjaar in. Hart zegt dat dit allemaal ook mogelijk is gemaakt door verschillende donaties die de Stichting van het Bedrijfsleven en Burgers heeft mogen ontvangen. Ook de door Rumas getrainde jongeren hebben een wezenlijke bijdrage geleverd. Rumas is bezig met een leerwerktraject. En in het leerwerktraject hebben we 10 jongens. Ze gaan leren bouwen, lassen, elektra en gewassen. En ik heb in Amerika iets moois. Nee, dat heb ik van de PADF. We hadden projecten. En daar was je verplicht, deze jongens, omdat je ze komen, ze krijgen hun busgeld, ze krijgen eten bij ons, brood. Dus er wordt voor ze gezorgd. Maar ze moeten iets terug doen. En toen hebben het van die Amerikanen ook, om een service learning te doen. En dat is voor hun een service learning. Ze moeten iets teruggeven, zonder dat wij ze betalen. En dit is een van ze. Gisteren was er ook een groepje met die mensen van Esther Stichting. En zij gaan ook naar de gezinnen thuis om de mensen te verwennen. Net als vele andere projecten heeft ook de pandemie dit project in zekere mate beïnvloed. Hart is echter positief gestemd en zegt dat de pandemie de stichting een innovatiekans heeft gegeven en juist ervoor heeft gezorgd dat Rumas en andere betrokkenen creatiever zijn geworden.